Een stop-motion animatie is een serie opeenvolgende stilstaande foto's of plaatjes. Door de foto's snel achter elkaar af te spelen, hou je eigenlijk je ogen voor de gek en denk je hersenen dat de plaatjes echt bewegen. Kijk maar eens naar deze plaatjes van dit kampvuurtje. Als je ze zo naast elkaar ziet, beweegt er helemaal niets. Maar als ik ze snel achter elkaar op dezelfde plek laat zien, dan gaat het vuur bewegen en echt branden. Je ogen en hersenen maken er dus een mooie animatie van. Eigenlijk een soort trucje, dus. Een echte film of video werkt trouwens ook zo. De camera maakt gewoon een heleboel foto's en voegt ze samen tot een video. En dat is precies wat je doet bij het maken van een stop-motion animatie. Alleen dan stap voor stap. Je maakt steeds een foto, verplaatst het onderwerp van je animatie, bijvoorbeeld een Lego-poppetje, en maakt weer een foto. Dit herhaal je totdat je je hele animatie hebt nagespeeld en gefotografeerd. Om te fotograferen, geluiden toe te voegen en om er een video van te maken, gebruik je een app. Als je een Chromebook hebt, bijvoorbeeld Cloud Stop Motion, of als je een tablet hebt, de app Pixie Makey. Een stop motion animatie is dus een serie opeenvolgende stilstaande foto's of plaatjes die achter elkaar worden afgespeeld, waardoor alles gaat bewegen en het een animatiefilm wordt.